De regering heeft bij monden van president Chandrika Persat Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk het incident met journalist Jason Pinas betreurd. De regeringsfunctionarissen hebben net als parlementsvoorzitter Marinus B. op donderdag 16 december hun excuses aangeboden in het hoogste college van staat. Volgens president Santokhi is de regering voorstander van persvrijheid en vrije meningsuiting. Op 13 december jongstleden heeft zich voor het gebouw van de Nationale Assemblée het Huis van het Volk een incident voorgedaan waarvoor zeer terecht meniging zijn verontwaardiging en afkeuring heeft uitgesproken. Ook ik betreur dit voorval en wens als voorzitter van het hoogste volksvertegenwoordigende orgaan mijn welgemeende excuses over te brengen aan de heer Jason Pinas en de Surinaamse Journalistenvereniging en zeer zeker niet in de laatste plaats de totale Surinaamse gemeenschap. Wij waren allen verrast hierdoor, waardoor ik op dat moment niet zo snel de juiste woorden kon vinden, wat resulteerde in het abrupt afhameren van de vergadering. Onder geen enkele omstandigheid mag binnen een samenleving, geciviliseerde samenleving, dergelijk handelen acceptabel of aanvaardbaar worden gesteld. Nog mag dit handelen ongestraft blijven. Ik roep vanuit deze plaats de regering op om niet alleen publiekelijk, maar ook persoonlijk haar excuses aan te bieden aan de slachtoffer in kwestie en de gehele Surinaamse samenleving. Ik heb er alle vertrouwen in dat de regering zich direct, nog indirect zal mengen in het justitieel onderzoek, waardoor dit dan ook een objectief verloop zal hebben. Ik neem aan u allen hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over mijn standpunt in deze kwestie. Voorzitter, ik heb dezelfde dag hier in uw geachte college een verklaring gegeven. Ik heb duidelijk gezegd dat wij het onderzoek afwachten, wat juist is gebeurd. Maar in ieder geval toch vanuit deze plaats als vicepresident wil ik mijn verontschuldiging aanbieden aan meneer Jason ook voor het voorval. Het incident is gebeurd, maar in ieder geval, meneer voorzitter, ook aan de Vereniging van Journalisten en ook aan de totale gemeenschap van wat is gebeurd. Dus onze verontschuldiging, maar we wachten toch af onderzoek van wat precies is gebeurd. Direct na het incident hebben wij ons als regering gebogen over datgene wat er gebeurd was. We hebben ons als regering, zeker ik als president, mij laten informeren door de vicepresident, door de minister van Justitie en Politie. En onmiddellijk nadat ik alle informatie gekregen had, heb ik contact gemaakt met de waarnemend procureur-generaal. En aan de waarnemend procureur-generaal gevraagd namens de regering om in deze zaak alle informatie op te vragen en ieder te horen en een onafhankelijk onderzoek in te stellen zo snel als mogelijk en de samenleving te informeren over het onderzoeksresultaat. En dat is gebeurd omdat de regering de bevoegdheid heeft conform artikel 148 van de grondwet om in concrete zaken instructies te geven aan de procureur-generaal. Meneer voorzitter, we hebben ons als regering ook laten informeren, omstandig ook. En natuurlijk is het belangrijk om een goed onderzoek te verrichten. Maar daarnaast is het ook goed om daar waar er opgetreden is en daardoor ook het gevoel in de samenleving ontstaan is van beperking van persvrijheid, nationaal en internationaal, wil ik nogmaals benadrukken namens de regering, meneer voorzitter, dat geen sinds het beleid is van deze regering. En dat we voorstander zijn van persvrijheid, van vrije meningsuiting. En naar de persoon van de journalist die in dit geval het slachtoffer geworden is, wil ik ook als president, maar ook namens de regering, mijn verontschuldiging aanbieden. Maar ook naar alle journalisten, naar de vereniging nationaal en internationaal. We kijken uit naar het onderzoeksresultaat, meneer voorzitter. Maar het is ook goed voor de beeldvorming, meneer voorzitter, om na te gaan wat er precies gebeurd is.
En ik heb begrepen van de minister van Justitie en Politie dat alles vastgelegd is vanuit de beschikbare camera's. En als president doe ik ook een beroep op een ieder, een minister van Justitie en Politie. Als het nodig is en als uw parlement dat vindt, meneer voorzitter, laten we die beelden ook vrijgeven. Zodat de samenleving ook weet wat er aan de hand is. Maar voordat ik dat doe, wil ik eerst in overleg treden met de waarnemend procureur-generaal. Omdat ik reeds de opdracht daar gegeven heb. En als dat moet, dan wil ik dat doen. En ik kijk uit naar die inzichten, meneer de voorzitter. Dank u.